Lord even kijken, want vandaag gaan we kasteel bouwen. Ik heb het nog niet voorbereid, dus er kunnen best wat foutjes zijn en ik bijvoorbeeld iets fout doen. Het scherm kan ik ook niet precies maken, dus dat is wel wat jammer. Maar hey, we kunnen gamen. Goed, dus we gaan een kasteel bouwen. Zoals je ziet heb ik een platte wereld gemaakt. Anders zou ik het niet kunnen. Ik ben een creatief. Zullen we het ook doen? Dus nee, hier dit ook zo. Ik haat die beesten. Weet je wat? Nou, we gaan niet gewoon meteen beginnen. Eerst zoek je een blok uit. En ik ben nog een beetje aan het twijfelen. Zou ik een zandkasteel bouwen? Of ook gewoon zo'n blok? Lijkt me wel wat leuker. Daar ben ik nog aan het twijfelen. Hoe ik dit ga doen. Ik denk dat ik het op dit moment. Het gaat echt lastig worden. Want het kasteel is al lastig. Zo, hier heb ik het gewoon te laten zien. Zo groot wordt het volgt. Ja. Dat doe ik zo. Oeps, oké. Het wordt natuurlijk een heel groot kasteel. Dus het wordt een heel lastig te bouwen. Ik ben zelf nog aan het denken. Hoe groot bouwen kan ik eigenlijk? Ik kan hem niet te groot maken, want dat kan de video niet in te zijn, zou ik maar zeggen. Dus, laat het goed zo bouwen. Wat je niet weten, ik leg alles uit, maar dit is iets wat je zelf moet beslissen. De rest doe ik stapje voor stapje, heel rustig. Maar dit is eigenlijk van, dit kan ik niet voor je beslissen. Dat moet jij zelf beslissen. Als je het zo groot wil, of kleiner. Ik wil hem dus... Oh man, blijf nou weg. Je agiteert me. Weg. Dankjewel. Denk er niet aan hem terug. Nee, jij komt niet terug. Hou je ervan. Hou je in de gaten. Maar goed, weet je wat? Nee. Ach, weet je wat? We gaan gewoon meteen beginnen met de poort. Dit stukje heb ik van iemand zelf. Die moet je echt precies op elk moment komen wanneer ik iets wil doen. Doe je dit hier even zo groot. Heel eventjes, maar misschien doe ik dit ook nog wel weg. Dat doe ik heel even. Misschien kunnen we het beter nog eentje terug doen. Dit is misschien wel heel groot. Wat ik die al doe. Zo ja. Dit heb ik trouwens van iemand anders. Als het goed is, zeg ik hoe ik het heb gedaan. Als het niet goed is, dan zeg ik dus helemaal niks. Laten we gewoon heel goed beginnen. Heel goed zelfs. Dus dit wat ik nu ben aan het doen, heb ik van iemand. Dat was echt een hele goede, vind ik. Die wist ik nog niet eens. Of ja, ik wist het wel, maar ik zou er nooit op zijn gekomen, snap je? Ik hoop het. Dit moet zo. En dit doen we nog hier. Oh, ja. Nee. Helemaal fout. Helemaal fout, zei ik toch? Soms doe ik fouten in. Ik ben even aan het denken. Oh, ik weet het alweer. Nou ja, misschien is mijn heel anders dan die van hem. Maar, groeiend. Zo erg is het ook wel niet. Oh, ik zie. Oké. Hij gaat hier niet aan. Omdat het wel zo anders is. Oh, wacht. Moet hij. Hier is het. Ja. Nee. Oh, wat ben ik nou allemaal doen? Ik denk dat ik dit in twee stukken doe. Dit is misschien handig als ik die hier doe. Ik daar laten. Ik doe ook maar niet even wat, maar die moet aan. Die moet al aan zijn. Ik weet niet of dit werkt. Ja,
Ja, precies wat ik wou. En als het klopt. En als ik hem niet onbeveilig zou kunnen, komt het hier. Ja, dat maar. Moet ik even kijken hoe ik het heb gedaan hier zo. Oh, wat ben ik nou aan het doen? Ik weet het ook niet meer. Ik doe meer. Daar doen we ook lava in. Zo, ja, sommige dingen weet ik ook niet wat ik doe. Dus ik heb medelijden met jullie. Medelijden. Weet je wat, laten we deze heel eventjes van nu uitzetten. Ik vind het niet echt heel interessant. Oh, wacht, zijn we wel eerst aan? Dan moet wat deed ik hier gaan. Weet je wat, ik doe deze hier zo. Oh, ik heb hem hier boven gedaan. Dat is niet meer. Daarom doe ik het niet zo. Dan doe ik hem nog even. Oh, oké. Daar heb ik een aardig. Heb ik daar ook? Dan doe ik deze gewoon hier zo. Netjes. Ik weet het niet. Wat is nou beter? Om het gewoon zo te laten? Nou, misschien kan ik een dubbele maken, zodat het lastiger is. Nou is het eigenlijk nogal makkelijk. Ik ga het eigenlijk even testen. Dus je moet hier de laag en je kan het gewoon doen. Hup, oké, klaar. Dus daar een dag heeft, misschien kan ik wat meer doen. Dus als ze aangaan, dan komen ze over hier uit. Open dan hier openen. Zodat het echt heel goed veilig is. Hopelijk weten jullie waar het over gaat. Hopelijk snappen jullie mij. Oh nee. Oh nee, ik ben een beetje bang. Oké. Hier hebben we wat meer voor nodig. Wat kunnen we dat doen? Kunnen we daar ook eentje aan? Nee, dit. Goed even denken, jongens. Nee, die moet daar. Dan moet je dan. Ah, wacht, nu zit ik vast. Oké. Dat is wel goed. Dus zoals ik het wel heb. Ja, hier kan het ook nog wel. Het beste is dit dan. Dan gaat het ook zo. Dan doen we die hier zo. Ja, dan is het ook niet leuk. Nu heb eentje wel en eentje niet. Zo had ik het ook gewoon kunnen doen. Die moeten. Ik heb eigenlijk nog eentje meer nodig. Nee, wacht even, wacht even. Ik doe dat denk ik aan twee deuren. Ik doe dat denk ik aan twee, want anders gaat het te lang duren, de video. Dus, als ik het noem kasteel in Minecraft, noem ik die dan deel 2 van kasteel in Minecraft. Precies. Zodat jullie het wel weten in ieder geval. Bij deze is het wel handig. Kan ik zo doen? Oh nee. Oh wacht. Oh wacht. Oh wacht. Oh wacht. Oh wacht. Oh, dit is nog niks. Oh. Wacht eens even. Wacht! En zo even. Dus het is een... voor elkaar gekregen. Ik vraag me dat echt af hoe ik dat voor elkaar heb gekregen. Zeker zelf plaatsen. Niet anders. Ik heb
Ah, boom, jong. Oké, ik vraag me even af hoe ik dit doe. Het is wel super cool. Ben jij hier? Ik wel. Alleen de muur moeten zeker drie... Dat bedoel ik, daar is al een zombie. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. En dan hebben we dit. Misschien is twee toch genoeg. Daar heb je tegen zombies. En dan doen we gewoon dit. Klaar. Eerst kees. Is Gina. Laten we nu maar achterover gaan. Zo is misschien wel leuk. In ieder geval, ik vind het leuk. Jullie mogen het zelf doen, dus jullie kunnen het veranderen. Dus jullie... Oh, wacht eens even, ik kan het nog niet. Oeh, dat moet ik. Heel goed. En daar moet ik springen. En dat is bij jou wat jammer. Oh, we doen het zo. We doen dit zo. We doen dit zo. Dit is zo. Yes. Yep. Dat is precies wat ik wil. Hier mag je niet door. Oké. Dit is echt super cool. Dit moet sowieso gesaved worden. Dus, ik weet niet of jullie de Xbox hebben, maar als ik jullie was, zou het slim zijn om het even te saven. Zoals ik nu doe. Dan weet ik zeker dat dit er is. En nou, gaan we dicht maken. Geef maar voor een moment. Ik zet deze nu op slot. Dat is even zoeken. Welkom terug, lieve kijkers. Even wachten, even duidelijk maken. Sorry jullie onderwat. Ik heb wel wat nieuws gemaakt. Hier, zoals je ziet, heb ik alleen wat foto's gedaan. Dus dat kunnen we niet. Misschien breng ik nog dit wit jullie al, maar... Dit moeten jullie altijd van kasteel doen. Sommige mobs overleven, die gaan zo er doorheen. Eén keertje is het dus. En dan zitten ze nog een beetje onder vuur en dan raken ze jong. Maar hier moeten ze dus nog een keer er doorheen. Voordat ze het daar hebben gehaald. En zo springen ze. Dus dat gaan ze. Ik heb precies hetzelfde gedaan wat ik daar had gedaan. Alleen dan heb ik het een beetje mooi gemaakt. Hier ook. Trouwens. Hier heb ik gewoon een kamertje gemaakt. Dus hier ook, alleen hier heb ik wat meer gedaan. Precies hetzelfde eigenlijk. Ik kan het ook stopzetten. Maar ik denk dat het de storm gaat onder, dus ja. Wat dit? Moet ik wel komen. Ik denk, als ik een hond heb, laat ik hem niet vrij lopen. Of het doen aan een touw of een gewoon op kamer. Dat moet je ook echt niet doen, dat is heel zielig. Want dat is net hetzelfde. dit moet ik wel nog even doen. Dus hier wel nog even. Oké. Nee, nee, zet het anders, dat doen we een keer. Dan moet ik dit doen. Dan moet ik dit doen. Dan moet ik dit doen. En dan ben je daar. Alleen, nu gaan we echt leeg doen. Dan heb ik niet over hoe ik hier heb gedaan. Dan heb ik gewoon wat neergelegd. Maar zoals ik al zei, ik ga niet lang maken. De video. Want, ja, dat haalt me gewoon niet. Dat ik zo zeg. Nou, ik heb het hier bij gehouden. Dat is super leuk, vind ik. Ik hoop. Dat jullie de volgende ook kijken. Dit was het, nou ik zou maar zeggen de helft van deze aflevering.